De Nationale Commissie herdenking 145 jaar Hindoestaans-immigratie, 155 jaar Kittikoti en 165 jaar Chinese immigratie heeft in verband met 128 jaar Javaanse immigratie en de Dag der Inheemsen op 9 augustus een lezing gehouden over cultuur en ondernemen. De lezing is vrijdag in het Laroek-gebouw gehouden onder supervisie van voorzitter Henk Herrenberg. Theresia Cirino, districtscommissaris van het resort Caballebo, tevens socioloog, gaf de eerste presentatie. Zij ging in op de inheemse cultuur en ondernemerschap in Suriname. Inheemse, zoals ik in het begin heb aangegeven, zijn over het algemeen van natuur zijn ze natuurvolken. Ze hebben een specifieke filosofie en hun levensfilosofie botst vaak met de heersende filosofie van de samenlevingen waar zij deel van uitmaken. Vanuit die visie bekeken zijn ze eigenlijk geen ondernemers. Dus ondernemers in de betekenis van westerse visie. Omdat oorspronkelijk kent hun cultuur geen geld-economie en geen geld-cultuur. Hun cultuur is voornamelijk gebaseerd op collectiviteit. En als de vraag wordt gesteld, doen ze aan cultureel ondernemerschap? Op basis van ervaringen en zaken die ik zelf heb meegemaakt en gezien, ja, ze doen wel aan ondernemerschap, cultureel ondernemerschap met name, maar met bepaalde mate. Ook de directeur van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, Elwin Atmorimejo, gaf een inleiding over de mogelijkheden die de Javaanse gemeenschap in Suriname heeft als het aankomt op ondernemen. Van de gedachte van cultureel ondernemen gaan er twee woorden. Javaan komt te ontsterken. Eerst is het cordon royon en de twee woorden samenvatten. In principe, in basis, hebben ze dezelfde betekenis, die samenwerken. Gotong Royong en Sambatang. Samenwerken. Maar de Gotong Royong is het filosofische deel van elkaar helpen. Dus, als we hier als gemeenschap besluiten dat we ons erf op de straat hier een mooi maken krijgen, dan komen we bij elkaar en praten we erover. Kortom, we gaan elkaar helpen, zodat jij verder kan leven, ik verder kan leven. Kortom, Royong. En dat is hier vervat in het woord. Kortom, Royong. En bovendien, het woord of de filosofie van Kortom, Royong wordt nu geproduceerd op de Universiteit van Indonesië, Maleisië en Singapore. Het is een studie. Elwin Atmorimejo, voorzitter van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI. Hij sprak afgelopen vrijdag tijdens een lezing in verband met 128 jaar Javaanse Immigratie en de Dag der Inheemsen op 9 augustus.